sure kung ano swak sa budget mo. Pero it looks nice. Yan, nandito na kami sa ano, Hithorn. Kadarating lang namin. GoPro, stop recording. Interview. Sarap ng feeling. Naka-ihi ako. Ng dalawang baso. Ilang baso talaga. Oh, ang ganda ng kuha mo ngayon, no? Ang ganda ng shot mo. Beautiful. Yes. Anita, magkano naman yung sa kanila? 9 euro lang eh. Mas ang laki-laki na. Fire. With the, ano? Yung pasta kasi maliit lang. Couple at our left side. Ito naman. Ang ganda ng restaurant. Nakakainan, nakakainan namin. And then dun sa labas, GoPro, stop recording. Ayan. Our lunch for today here in Hithorn. GoPro, stop recording. Tapos na kami kumain. We're going out. Hithorn. Thank you Lord for the good weather. Ito na aking model. Grabe. Ito. Marami tayo. Oh, gusto ko ganyan din yung ano, tour boat. A boat tour pala, boat tour. Pero lakad-lakad muna tayo, pumunta doon. Sorry. Ganda. Ay, parang babagsak. Parang babagsak yung ridge. Ayan, ayan, ayan na. Palikod natin. Oo nga. Kabayan. Kalahin lang natin. GoPro, stop recording. Wow. Hithorn, Venice of Netherlands. Yan. Aking turista. Oh my God, ang lamig. Ang lamig. Ang galing na to, meron siyang automatic na lawnmower machine. Basta gumagalaw. Automatic kaya ito? I think so. Para si RoboCop dati sa house namin sa Singapore. Yan. GoPro, stop recording. Oh, yan. Ang ganda ng house. Parang ano, may nakatirang hobbit. Ganda. And of course, ang clogs ng Netherlands. Nauna sa akin yung turista ko. Andun na sa taas. GoPro, stop recording. Ayan. Ang daming ducks. Pak. Baba na tayo. Oh, ganda rin ng restaurant doon, no? Parang sarap kumain.
Parang nasa ano din ah. Mm-hmm. Italy. Italy, oh. Venice of Italy. Venice of Netherlands pala. GoPro, stop recording. Ayan. Another house, maganda. Tapos, ang daming flowers. Meron pa ang gumba. Uy, gusto ko niya. Baka tayo. Wow. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Ayan, ang ganda ng house. Oh. Dito ka na lang. Mabili ka na lang dito ng house. Ito, ang ganda rin ng house sa kabila. Cute. So, so cute. GoPro, stop recording. Ang pony. There's a pony. Oh, my little pony, so cute. Little pony. Oh, meron naglilinis ang kanyang bakuran dun. Hayos. GoPro, stop recording. Ganda dito. Look at that view. Dali ko sina mami tsaka sina daddy dito. Ang ganda-ganda dito. And I think magugustuhan din dito ni na Anna tsaka ni na Belle. Yes. Tsaka ni JP na rin. Haha, GoPro, stop recording. Pwede na. Electric boat, 15 per hour. Yeah. Mura kaya yun? Hour? Oh, ang cool. May mga ano doggy. Hi. Laki naman. Ang cute nga eh, ang laki-laki nila. Electric boat, 15 euro per hour. Pwede na. 'Di ba? Ayun ang gusto ko. 'Yun yung group tour. Oh. Ayan, yan yan. GoPro, stop recording. Isa pang magandang house. Nice. Tapos, hintayin natin yung boat. Ayan, ito. Gusto ko yung tour boat na to. Sasakay kami dito mamaya. GoPro, stop recording. Ayun. Ang dami pang boat nagagaling doon sa banda doon. Ang cute ng house na to, ang liit. Cool. Ang laking open field. Tapos yung mga boat ang gagaling dun. GoPro, stop recording. Ayun. Merong farm.
At meron ditong mga paborito ni Daddy. Ni Daddy Tony Tating, ang kabayo. Pagdating ni Daddy dito sa Belgium, dadalhin ko siya sa racetrack. Kasi he likes horses, fast ones. Yan. GoPro, stop recording. Another beautiful house here in Hithorn. And then ayun, napakagandang house. So cute. Ang ganda pa ng place. Corner, tas with a bridge. And yan, ito yung mga tumadaan. Nice. GoPro, stop recording. Yan, oh, ang ganda rin dito. Yan, may restaurant pa. Yan. GoPro, stop recording. Ito naman, mga antique na binebenta ng bahay na ito. Yan, and this house looks so cute. Maliit lang siya, but it looks so nice. GoPro, stop recording. Ayan, so nag-boat tour na kami. Nandun sa kabila si Tess. Nandito naman ako sa kabila. Hindi kami magkakilala. May dumadaan na boat. Boat tour. GoPro, stop recording. Kabilang tour boat. Or boat tour pala. Ito na dito naman kami. Ito ang aking turista. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. De dingen hier in het dorp, mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Ik vertel mijn verhaal zoals je kunt horen in het Nederlands en in het Engels, meneer. Is dat behoefte voor? Ja, ja? Nou, we doen het ook in Engels. Het is ongeveer hetzelfde, maar stoor je er vooral niet aan. So, my name is Thomas and I'll be your captain today from the tour boat from the Grachthof. I will explain my story to you, also in English as you can hear. And I will tell you something about the interesting places here. If you have any questions, feel free to ask. Oké. Nou, hier aan de linkerkant de kerk van Gidor. Die is gebouwd in 1871 en behoort tot de doopsgezinde gemeenschap. Iedere zondag om 10 uur is er nog dienst. En zomers functioneert het ook als trouwlocatie. Dan komt een koppel in een mooi versierde boot aan, gaan ze daar de trap op en in de kerk vindt dan de ceremonie plaats. So on the left side the church of Gidon. It was built in 1871 and it's still used every Sunday at 10 o'clock. It's also used as a wedding location. Mm-hmm. And then a couple arrives per boat, they get up the stairs and inside the church will be the ceremony. Oh. So that's the church. Hier aan de rechterkant een standbeeld van Albert Mol. Dat was een acteur in de film Van Varen en die is in de jaren 50 over Gidon gemaakt. Nou, de film wordt nog bijna dagelijks afgespeeld in restauranten Van Varen en daar komen we op de terugweg nog langs. So on the right side a statue from Albert Mol. He was an actor in a movie about Gidon with the name Van Varen. Movie is made in the 50s, but it's still played almost every day in the restaurant, the Van Varen, with the same name. And we get there on the way back. Kawaii kawaii. Dat is anders wel, hè? Ja. Dat is een keer iets anders. Dat is een bootje voor de hond koop. Nou, hier zo aan de linkerkant restaurant De Geithoorn, een opvallende naam waar een verhaal achter zit. Waar men toen, men hier vroeger het meer uitgegraven heeft met de hand, vond men heel veel hoorns van geiten. Nou, men is het dorp toen Geitenhoorn gaan noemen, de volksmond veranderd van Geithoorn naar Gidon. Nou, hier zie je dus de ouderwetse naam nog terug in de vorm van een bedrijfsnaam. So on the left side a restaurant with the name Geithoorn, Goathoorn in English. Because when they dug out the lake with, by hand, they found a lot of horns from goats. So they called the village Goathorn, or in Dutch Geithorn.
The name changed because of the dialect from Gijzoorn into Giethoorn, as it is now. Oh, may manok. Nou, het huis hier aan de linkerkant is erg typerend voor Giethoorn. Het heeft namelijk een kamelendak, zoals men dat hier noemt. Vroeger waren al deze huizen boerderijen. In het voorste deel wonen de mensen, het lage deel. In het achterste deel, het hoge deel, voelen ze dan vaak het vee. En vaak waren het dan koeien, maar het kunnen ook schapen of geiten zijn. So, a house on the left side is a typical house for Giethoorn. The house has a camel roof, so it has a little bit of shape of a back of a camel. All of these houses used to be farms. In the front end, that's where the people live. In the higher end, or the back end of the house, that's where they kept the animals. And most of the time it were cows, but also sheep and goat. Does it always have a canal here? Yes. Oh, from the early... Was er Giethoorn, dan was er Giethoorn. Aan de rechterkant hier een vakantiepark, een van de vele. Maar het is leuk dat als je hier een huisje huurt voor bijvoorbeeld een weekend, krijg je er voor de gehele tijd dat je er blijft een bootje bij. Maar we komen nog langs de andere kant, dan kun je een beetje zien hoe die huisjes eruit zien met de bootje erbij. And there are people who live inside the house, yes, here? This is holiday park. So on the right side, the holiday park. And it's quite funny because if you rent a house here for a weekend, you get a small boat included in the price. So you can travel wherever you want. I'm sure most of the houses here are owned by people that just live people here. And some of the houses are bed and breakfast, so you can stay there overnight. And some of the houses are holiday houses, because there's a second home, so they go here in summer. Okay. And I think 80% are just people living here. Hier aan de rechterkant het museum De Oude Aarde. Dat is een museum waar ze kort gezegd hele oude stenen hebben met kristallen aan de binnenkant. Voor een paar euro kun je je eigen boek kraken. En als je geluk hebt zit er een soort blauw kristal in. En dan mag je de steen mee naar huis nemen. So on the right side here a museum. The museum has very old stones with crystal inside, often purple, blue or green. Nou, naast het museum zit hier de pottenbakkerij. Daar maken ze dus potten van klei met de hand op een draaiende schijf. Er zijn hier een aantal blauwe voorbeelden in Giethoorns blauw, zoals men dat noemt. En naast het huis staat de grootste handgemaakte pot van Nederland. 1000 liter inhoud. Ze maken hier dus één groot potje van. Oh, met cheese din. On the right side here, the pottery. They make pots from clay on a turning wheel by hand. And pottery. And next to the house, the biggest pottery. One made in all Holland. It's 1,000. Tsaka dun sa museum. Hier aan de rechterkant staat een huis te koop. Nou staan er meerdere huizen te koop in Giethoorn, maar de prijzen zijn best wel duur. Zo'n 3,5 tot 7 ton. Nou, ik vind het veel, maar je krijgt er ook een grote achtertuin bij in sommige gevallen. Some of the houses here are for sale, like the one over here. Mm-hmm. The prices are quite high, about 350,000 euros up to 700,000 euros. Oh my god. But you often get a big garden with it. But it's still expensive. 3 million euro daw. Uy, bilhin natin. 3 million euro. Nabilawakan. Je ziet in Giethoorn de laatste jaren steeds meer dat Chinese huizen opkopen. Als je bijvoorbeeld je huisje te koop zet voor 4 ton en een Hollander wil dat wel betalen, maar een Chinees biedt een ton meer, ja, dan weet je wel wat diegene die zijn huis verkopen gaat doen. Nou, mensen vinden dat aan de ene kant jammer, want er komen langzaamaan steeds meer huizen in de leven te staan of alles wordt bed and breakfast. Dat is ook niet helemaal de bedoeling.
maar je kunt het heel lastig tegenhouden. Want je kunt als oh, gemeente, dan moet ik zeggen, jij mag je huis alleen verkopen. Nice, zo werkt het niet. Ik wist het ook wel lastig maar. Geef maar zo. Ja, of is dat als tweede huis dan? Ja, of zo, ja, het zijn vaak mensen die ze opkopen. Is dat zo? Voor een vakantieschool. Meestal zijn investeerders. Aan de linkerkant restaurant Het Vonder. Dat restaurant heeft dezelfde naam als de kleine witte bruggetjes aan de linkerkant. Die noemen we dan ook Vondertjes. Nou, we hebben zo'n 100 stuks en zo'n 70 van die grotere zwarte bruggen. In totaal 176. De kleine witte bruggetjes, de Vondertjes, zijn eigendom van de gemeente. En de grotere bruggen behoren tot de mensen die hier aanwonen. Soms is dat maar één huis, maar soms kunnen er ook vier of vijf zijn. So on the left side, a restaurant with the name Het Vonder. It is the same name as the little white bridges on the left side, because they're also called Vonder bridges. We have about 100 of those and 70 of those bigger black bridges. The small bridges are owned by the local government and the bigger bridges are owned by the people who live there. Tof, ja, dat man. Dat is kant aan de boy. Dit is wel een smokkalisje. Aan de linkerkant hier een paar huizen waarvan het rieten dak vorig jaar vervangen is. Dat rieten dak wordt zwinders, of dat rieten wordt zwinders en zomers vervangen ze dan de daken. Gaan we maar ook nou, als je zo'n dak goed onderhoud kan, dan zo'n 60 tot 80 jaar meegaan. Dat is best wel duurzaam. Persoonlijk vind ik het mooier dan dakpannen, maar het is wel wat duurder en wat brandgevoeliger. Het water ligt wel voor de deur, maar je moet het alleen nog overheen gooien. So on the left side are a few houses with a new roof. The roofs are made from reed. It's a grass species that grows here in the area. They harvest it during winter and during summer they renew the roofs. And if you maintain it well, it could last a few 60 or 80 years. Hey! Jump! Ja. Helemaal ja, jump. Zo. Ik kwam bij hem gerouwd, dat is een wind. Ik was even aan het neer. Die jongens ook nog eens even een vaderlijst. Wordt even gespeeld. Als je hem zegt, samen hebben we staan. Nice. Dahil pa pala house hindi natin napipicture grabe how many houses are there here in Hithorn? 100. Wow. And there are 2,700 people living here. 2,700. Not only in the old village, but also in the new house. Dami, grabe. Ben je nog niks gewend? Oh, gandang kito. So cute. Als jij hier nou uitstapt, Dien, dan ben je bijna bij de auto. Turn het is dus je waarschijnlijk wel opgevallen dat er steeds meer mensen uit het buitenland naar Gieton komen. Ook steeds meer Chinezen. Nou is het zo dat bij bepaalde mensen die denken dat het in één groot museum is. Die lopen bij mensen in de voortuin en vragen dan bijvoorbeeld die mevrouw die in de tuin bezig is. Hoe laat mag u naar huis? En dan zegt de vrouw naar huis. Ik ben al thuis, want dit is mijn huis. Ik woon hier. Ga nu maar meer van mijn grond af. Nou, een beetje lastig, maar af en toe zie je daarom ook de bordjes staan met privé, private, privaat of zelfs in het Chinees. In China is het bijvoorbeeld zo, alles wat op slot zit mag je niet in. Alles wat open is mag je wel in, maar dat is voor iedereen. Die hekjes bij de bruggetjes zijn niet op slot. Dat is helemaal niet praktisch voor de mensen die er wonen. Dus ik denk, oh, dat kunnen we ook zo in. Dan lopen ze door je voortuin en gaan ze in je tuinzet zitten. Een beetje raar, maar we lachen. Is dat een moving? Ja? Oeh, parang may marsh, forest. Ja,
Alle mensen die hier wonen, de meeste mensen kunnen niet met een auto bij een huis komen. Dat is best op een strand bijvoorbeeld zo. En helemaal de mensen aan die kant van de gracht niet. De gracht zit er immers tussen. Maar dat is lastig als je bijvoorbeeld boodschappen moet doen. Daarom staat op ieder adres hier een kruiwagen of een steekkar ingeschreven. Je hoort bij het huis. Zodat je boodschappen op een karretje mee kunt nemen vanaf de auto. Dat kan variëren tot van 50 meter tot 400 meter. From that house to this house, tatalon lang sila. Nou, zijn er mensen die zijn slim. Para makapunta sa kapitbahay. Kapag wala na silang ano, wala na silang bigas pang sain. En dan is ook de reden dat we boodschappen hier met een T schrijven. Most of the people come reach the house by car, so they have to walk the last few hundred meters. It's difficult if they want to do groceries. So every house has a little shopping cart included. And there are people who are smarter than that or lazy, and they go do their groceries by boat. They go to the local supermarket here in town. Cute. Ja. House. Nou, het huis hier aan de rechterkant heeft een erg hoge drempel bij de voordeur. Het heeft te maken met een oud ritueel. Als men ging trouwen, stapte men door die deur naar binnen. Als er een van twee overleden was, ging men door die deur weer naar buiten. Er werd dus maar twee keer in het mensenleven gebruikt. Nou, normaal gesproken gebruikt men dan de zijdeur. So the house on the right side here has a very high step up at the front door. It's part of an old ritual. When people got married, they got through the door into the house. And after they have died, they got carried out again. So they would only use the door twice in their life. Oh. Normally they would use the door on the side of the house. And that's also the idea of the restaurant. The front door is more for show than for use. Ja, je zegt gebruiken het maar eens in zijn leven. Ja. Ja, zeg maar twee keer, maar zeg maar één keer. En zoals maar één keer dan. Eén keer gaan stappen ze erin, dan leven ze nog. En de volgende keer zijn ze dood. Ah, oké. Okay. Does it get high tide here? No, the water level is, there's a very big pump, 20 miles from here, and in the, just after the war, Holland, the government says we do not want any hunger anymore. Mm-hmm. So they made a lot of new land in the sea, they put a wall around it. Okay. And there's a very big pump, and that keeps the level of water almost the same. Oh, okay. So here it is of course higher than over there. That's agricultural land. They keep it high here and low over there. This is, I think, lower than the sea level. Yeah. If the wall breaks, you have a problem. Oh. This is all swamp here. Yeah. All swamp. Well, don't worry, all Dutch people know how to swim anyway. Nou, zodra dadelijk aan de linkerkant de molen van Gideon. Vroeger was dat een korenmolen, maar omdat de productie te duur was, hebben ze de rieken verwijderd. Nu is het gewoon een woonhuis met 4 verdiepingen. Als je op de bovenste verdieping staat, kun je over het hele meer heen kijken, dus dat is wel mooi. Nou, wij zeggen altijd, er was vroeger een grote storm, de rieken zijn er afgewaaid en liggen in het meer. Dus als je daar gaat zwemmen, kun je ze wellicht vinden. Dat is natuurlijk niet waar, maar sommige mensen geloven het ook niet. Ja, die blijven maar zwemmen. So on the left side, the windmill of Gideon. Well, it was used to produce bread from grain. But the production got too expensive, so that's why they removed the wings. And now it's just a house with 4 floors. Oh, okay. And it's a bit of a landmark for the people, so they know they have to go right over here. שסיימו את הבית ספר בהצלחה, שהילדים קיבלו תעודה. De collega even inhalen naar Gens. Ik zeg wel, ik doe wel even rustig aan. Ik ben naast elkaar varen. Een beetje leuk maken, hè? Kom jij jezelf ook uit Gideon?
Ik ben geboren in Zwolle, in het ziekenhuis. Ik heb altijd in Gieden gewoond daar. Ik ben in Gieden gegeven. Ik woon niet in Gieden, ik woon er 2-3 kilometer buiten. Ik val op de borst, dat is goed. Helemaal op een boerderij. Aan de andere kant van het kanaal. Een beetje zijn langs. We hebben thuis een melkkoeien. Dat zit wel op de kruis. Van de week nog een paar dagen in de stof. Ideaal, je kunt zitten en doen, je kunt een beetje donderen. Iedereen gelooft dat er van alles is. Ja. Wel een beetje raar blijven. Ja, een klein beetje bij de waarheid. Nou, dan komen we hier zo dadelijk op het meer, de bovenbieden. Zoals Rutger al zei, het meer is ongeveer 200 jaar geleden met de hand of met de schop uitgegraven vanwege de turf. Nou, turf is een laag in de grond in veengebieden die werd gebruikt als brandstof vroeger. Nou, dat hebben ze met de hand afgegraven en daarom is het maar 1 meter tot 1 meter 20 diep in het hele meer. Dus mocht u het nou niet leuk meer vinden, ik ben altijd uitstappen en teruglopen. We've just entered the lake here and about 200 years ago they dug out the lake because of the peat. And peat is a layer in the ground in swamp areas that they used as fuel for... Kapag nag-renta tayo ng boat, pwede pa tayo makapagpunta dito next time. We're gonna rent a private boat. Kasi hindi mo naman kailangan magsagwan eh. It's a motorboat anyway. So it's easier. Kasi kanina nung nakita ko, akala ko may sagwan pa. Kaya yun yung ayoko. Oh, nice. So, tapos an hour, 15 euro, pwede na, motorboat. Ik heb er geen invloed op, dus... So during winter, because of the shallow water, you can also skate on the ice quite quickly. Ah! Which is a bit more, you can also skate through the canal. Pwede ka doon mag ice skating kapag winter? Amazing no, nag-freeze itong lake na to. GoPro, stop recording. Aan de linkerkant is een groepsaccommodatie voor zo'n 30 tot 40 personen. That's cool. GoPro, stop recording. The tree house. Papasok na ulit kami sa loob ng Hithorn Houses. Dan komen we hier zo dadelijk bij het drukste kruispunt in Gieden. Nou, op een echt drukke dag gaan hier zo'n 700 of 800 boten langs. Sommigen dus ook 2-3 keer. En wat je vaak ziet is dat de meeste mensen niet al te goed kunnen varen. Zijn er best veel ongelukken hier. Nou, sommige lokale mensen, maar ook toeristen, die gaan dan hier voorbij zitten. Koud biertje erbij, flesje wijn en gaan de hele middag zitten kijken. So over here is the busiest crossing in town. It's on a busy day about 700 or 800 boats coming through. And lots of people do not know how to operate the boat correctly, so they crash into each other. And some of the local people and the tourists, they get a chair, a cold glass of wine or beer, and they watch the whole show over the afternoon. Ingat daw, dito daw yung pinakamahirap na busiest na crossing sa buong Hithorn. Ah, galing tayo dito kanina. Ayan o, pabalik na tayo. Yan yung magandang house. Tignan nga natin kung kaya nating mag-cross dito sa crossing na to. Magandang house. Ay, pinasok ko pala yung paa mo doon. Ang galing. Video. Oh, ang galing. Experienced boat driver. Ay, hindi, meron niyang kayak ko. Nagkakayak yung iba. Pero parang ayoko ng kayak. Pag nakakapagod. Ayan. Bakit baliktad? Ready? 1, 2. Yung bridge. Ready? 1, 2.
Maliit lang siya, no? Kasi nakalibot na tayo, eh. Mas malaki yung Venice. Makes me so high. Ah, May turbo tin sa likod. Camping, the hoof, barbecue, B&B pala, karak barbecue, bed and breakfast, the hoof's tea. Wow, galing! That's an ancient political guy. Ito, ang ganda rin ng house, oh. Nice. Ja, dit is gewoon. Hier aan de rechterkant een van de twee bedrijven in Gieter die nog authentieke houten punten maken. Hier in het grachtje ligt een voorbeeld, zoals in de bootje eruit. En die worden met de hand gemaakt en zijn daarom best wel prijzen. Er zit best veel werk in, ongeveer 15.000 euro per stuk. Oh, een keer toch? Authentic wooden boats. En maken we And they're made by hand, so they're quite costly, about 50.000 euros each. 50.000 euro? Yeah. Grabe. Yeah, was he lost this one? Oh my god, that's more expensive than my car. 50.000 euro? Ah, 15. I thought you have 50.000. But you don't have a motor. Ah, yeah. It's one way, sir. You have to go that way. You're not allowed to go that way. No. Everybody's going that way, you see? Yeah. Okay daw, okay, okay. One way. Yun nga, narinig ko rin kanina, one way. Meestal zijn mensen die op de weg kwijt en dan vallen ze wat rond, maar je hebt gewoon een doel dat voor iedereen zo kan. Oh, ganda. Je komt iedereen tegen en iemand van tegen mee. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, zeker. Ik ben hier op een rondje maken en dan je. Ja, ze
Sofia Caro. Siguro pag winter hindi rin ito pinupuntahan ng tao, no? Kasi patay kapag winter, walang ano, walang flowers, no? O siguro maganda rin sa winter may character kasi lahat walang dahon, walang bulaklak. Maganda siguro mag-ano, black and white photoshoot, no? Ang ganda nito. Geen gang zit er lekker in dat schil. Ja, we moeten er moeten nu. Ja. Het kost wel wat zes. Mensen achter mij denken, want ze gaat hier ook zijn net al langs. Ja. Oh, ganda nog flowers. Wat een lach van iets. Als je het zegt. Ja. Nou, mooi. Nee, maak er maar voor de overheid. Ik zwem wel. Als hij kan zwemmen, dan is het twee. Maar hier aan de rechterkant een schelp bij Sieraden Museum Gloria Maris. Ah ja, Gloria Maris. En na de original de Gloria Maris. Liggen de twee grootste schelpen die ze hebben. Ze zijn per stuk ongeveer 150 kilo en gevonden in de Atlantische Oceaan. Dus zo dadelijk rechts. So on the right side here, museum with shells. The two biggest shells they have over here on the grass. They're both about 150 kilograms and found in the Atlantic Ocean. Oh, ito totoo. Ah, meron tayong marami sa Philippines, striped duck na gygas, yung giant clams. Ayan o, striped duck na gygas. Dan aan de linkerkant restaurant de Van Varen, de plek waar de film nog wordt afgespeeld van Albert Mol, de man met de kerk. So on the left side the restaurant Van Varen, where they still play the movie from the guy at the church, Albert Mol. Wow. Ito, ganda rin ang bahay, oh. Ang sarap pag-stay dito over the weekend. Hier aan de linkerkant een ijswinkel met de naam Venice. Venetië dus. Gieten heeft de bijnaam Hollandse Venetië of Venetië van het Noorden. Omdat het een klein beetje te vergelijken valt met het dorp in Italië. Nou, moet u zelf maar ooit beoordelen wat u mooi vindt. Ik heb mijn keuze wel gemaakt, omdat het zal zijn dat ik hier woon. Ik ben zelfs nog niet eens in Italië geweest, maar goed, dat is hij. So on the left side here, ice shop, where you can buy ice cream with the name of Venice. And Gieten has the nickname Venice of the North, or Dutch Venice. Because it's a little bit similar to the village in Italy. Yeah, it's veel mooier dan in Venice. Oh, next stop muna daw, ano, test, ano, Venice. Next stop. Nou, we zijn ook alweer bijna aangekomen aan het einde van de rondvaart. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden, ervan genoten hebt en bovendien ook nog iets geleerd hebt, want dat is ook een beetje het doel. Wacht even met uitstappen tot we voor en achteraan vast liggen. En pas daarbij op voor uw hoofd, voor degenen die zo lang zijn. Denk om een trappetje en wellicht heeft u nog wat over voor deze arme student. So we've almost made it back to the restaurant again. I hope you've enjoyed it and learned something as well.
wait a moment with stepping out until we're hooked on the front and at the backside. And when you step out, watch your head for the tall people. Watch the stairs and maybe you could think of the poor driver who's here. Yung matangkad daw mag-iingat. Hindi tayo yun. Ganda. Ito pa isa. And that ends our Hithorn boat tour. Hi. GoPro, stop recording. Over here, eh?